Welkom bij het Stuur van de Bollenstreek. We nemen de afslag Hillegom. Dat doen we met Annemieke van Dijk van de PvdA. Helaas, D66 laat verstek gaan. We blikken terug op de vergadering van donderdagavond. Er stond de woonvisie op de agenda. En zoals bij alle gemeenten in de Bollenstreek, misschien wel in heel Nederland, er is een gebrek aan goedkope woningen. Dat vond ik nou niet bepaald een verrassende conclusie. Nee, klopt. Hoe groot is dat probleem in Hillegom? Best groot eigenlijk. Ik denk dat dat een van onze grootste problemen is als je in de woonvisie kijkt. Het moet gewoon toegankelijk blijven voor iedereen om in ons dorp te wonen. En dat betekent dat je daar ook moet kunnen starten. En als je wat smallere beurs hebt, dat je moet kunnen blijven. Dus ik vind het een groot probleem. Ja. En zijn er dan te weinig goedkope woningen of zitten die zo vol en mensen gaan niet verhuizen? Dat is een heel groot aspect ervan inderdaad. Dat mensen blijven zitten waar ze zitten. Dus ja, misschien zijn ze wel heel tevreden. Maar misschien zegt het ook wel, en dat is natuurlijk wat de woonvisie ook zegt, dat ze toch moeten proberen om wat meer door te laten verhuizen. Want op zich is het aanbod te klein van goedkope woningen. Maar misschien is het grootste probleem nog wel dat de iets duurdere woningen er te weinig zijn. Zodat mensen meteen een hele grote sprong moeten maken. Ja, en dat is natuurlijk een uitdaging. Dus dan blijf je gewoon wachten totdat je die sprong kan maken. Ja, of je kan hem gewoon niet maken en dan blijf je zitten in een woning die eigenlijk iets te goedkoop is voor je beurs. Maar ja. Ja, wat verrassend was dat GroenLinks noemde dat volgens mij. Een van de doelen in de woonvisie is 25% in het wat duurdere segment. Dat vond GroenLinks vond dat veel te veel eigenlijk, verhoudingsgewijs. Wat vond u daarvan? Ja, het is een afweging die je maakt. Het is ook een soort van kostendrager om andere dingen te kunnen realiseren. En ik denk, ja, als je dat inzet als kostendrager om wat minder dure woningen voor elkaar te krijgen, dan vinden wij dat best acceptabel. Ja. Ja. U had ook een vraag aan de wethouder. Wat betreft groeigemeenten, ja. Gaat de gemeente Hillegom nu wel of niet groeien? Wat was de antwoord? Een klein beetje. Ja. Ja, nee, wij vonden dat heel belangrijk om dat scherp te hebben. Dat is al heel lang een discussie in Hillegom. Het is heel lang hebben we natuurlijk een ambitie gehad om naar 23.000 te groeien. Die is in de vorige coalitieperiode losgelaten. Heel bewust, dat is een bewuste keuze geweest destijds. Dus wij hadden zoiets van, wij vinden het wel heel belangrijk om dan nu te zeggen, oké, betekent dat opnieuw een breuk met wat we in de vorige periode hebben gekozen. Dat is op zich, vinden we dat geen bezwaar, maar dat vinden we wel belangrijk dat dat helder benoemd is. Hij noemde nu een getal van iets van 500, 600, een regionale opgave. Dus dat is dat kleine beetje dat Hillegom mag groeien? Ik moet eerlijk zeggen dat ik dat een beetje door elkaar vond lopen. Want je hebt de regionale opgave, daarvan hebben we inderdaad die volgens mij 600 woningen die we daarvoor moeten bouwen. Tegelijkertijd is in de woonvisie veel meer gekeken naar wat hebben we nodig. En dan kom je op die 25% in het duurdere segment. Dat zou extra zijn ten opzichte van wat we nodig hebben om onze eigen groei, dus gewoon onze jongeren, zeg maar, en mensen die scheiden, een woning te kunnen geven. Dus dat loopt een beetje door elkaar. Want de wethouder zei inderdaad, dat is wat we mogen groeien. Ja. Dat is ook zo, maar tegelijkertijd is dat niet helemaal wat je terugleest in de woonvisie. Want daar staat eigenlijk, we hebben gewoon van wat we gaan bouwen 75% nodig om onze, zeg maar, onze eigen mensen te kunnen huisvesten. En dan 25% extra. Ja. Er komt nog wat extra bij, want ook Hillegom gaat extra statushouders opvangen. Ja. Over welke getallen hebben we het dan? Grote getallen? Grote aantallen? Nee, we hebben, ik vind het eigenlijk een rottig woord, maar een taakstelling die je als gemeente krijgt. Dat is het aantal mensen dat je moet huisvesten, dus die een verblijfsvergunning hebben gekregen. En dat waren er 30 afgelopen jaar, voor dit jaar, zeg maar, voor 2015. Die hebben allemaal een woning gekregen in Hillegom. Verwachting is dat volgend jaar die taakstelling ongeveer zal verdubbelen. En Hillegom heeft gezegd, nou, wij zijn klaar voor dit jaar.
laten we gewoon niet nu gaan zitten wachten tot 1 januari, maar voortgaan en alvast gewoon mensen huisvesten. En dat gaat dan af van de taakstelling van volgend jaar, dus eigenlijk doen we daarmee niks extra's. Nee, een dat beetje voorstuderen. Doen. Ja, een beetje voorwerk doen, maar ja. Niet extra, nee. Maar er werd dat wel betrokken bij de discussie over de woonvisie. Want voor vluchtelingen mag je misschien oude gebouwen omturnen, zal ik maar zeggen. Of gebouwen die eigenlijk niet als huisvesting geschikt zijn. Misschien mag dat nu wel. Mm-hmm. En dan zou je jongeren mee kunnen helpen. Dat zijn twee verschillende dingen eigenlijk. Je hebt de taakstelling. Dat zijn mensen die gewoon gehuisvest worden en die ook gewoon in ons dorp gaan blijven. En dan heb je daarnaast wat je nu noemt. En dat is eigenlijk een tijdelijke oplossing om ervoor te zorgen dat die grote AZC's, dat de doorstroming daar wat beter wordt. Dat mensen tijdelijk eventjes een plek bij ons vinden en uiteindelijk gewoon in een normaal huis in een maatwijk terechtkomen in daar waar zij worden geplaatst. Maar er zijn veel gemeentes die gewoon achterlopen met het huisvesten van vluchtelingen. En daarom zitten die AZC's zo vol en is het dus belangrijk om ook een tussenoplossing te vinden. Wij als Partij van de Arbeid vinden het heel erg belangrijk dat dat ook meegenomen wordt en dat dat gaat lukken. Dus dat we niet alleen maar onze taakstelling doen, maar dat we ook echt wel, zoals heel veel gemeentes net even een stapje extra doen en dat in die oude kantoorpanden of wat dan ook gaan huisvesten. En het zou natuurlijk mooi zijn als straks... Dat zal nog een tijdje duren. Maar onze jongeren daar ook van kunnen profiteren. Ja, om daar op kamers te zitten of hoe dan ook, hoe dat dan ook wordt. Een soort van nood en deugd maken bijna, zou ik willen zeggen. Ja. Dat is misschien een mogelijkheid. Maar wordt daar ook echt op ingezet? Want het kan in die visie staan. Maar dat zou je nu naar voren moeten halen vanwege het acute probleem van de vluchtelingen. Klopt. Nee, daar gaat het college ook wel echt op inzetten, inderdaad. Om te kijken of we in die tijdelijke opvang wat kunnen doen. En dan is er ook gezegd van, natuurlijk als dat een oplossing is op lange termijn en dan maakt het niet uit voor wie, dan is dat prima. De woonvisie komt nog terug als bespreekstuk tijdens de raadsvergadering, want iedereen wil nou even zijn plasje er nog even over doen, zou ik maar zeggen. Maar op zich, de verschillen waren niet heel erg groot. Nee, ik denk de accenten die werden gelegd zijn anders. Wij zijn toch wel een beetje beducht. Voor dat goedkope segment, daarvoor is gezegd van je kan dat soberder doen. Dat is op zich prima als de mensen het ook prima vinden. Want het goedkope segment, formeel loopt dat tot €700 in de maand huur. Nou, dat vind ik helemaal niet goedkoop. Maar dat is formeel wel zo. En als de woningbouwcorporatie nu alles optrekt naar die €700, er zijn natuurlijk gewoon mensen die dan een probleem hebben die dat niet kunnen betalen. Nee. En dat vind ik niet gek. Nee. Dus wil je eigenlijk een lager segment daarin bouwen. En daarvan is gezegd, dat kan alleen maar als je dus soberder doet. Maar dan willen wij wel heel duidelijk vooraf hebben afgesproken, wat is dan soberder? Want het mag wel iets kleiner zijn, maar het moet niet zo zijn dat mensen straks met een kapotte verwarming zitten of een lekkende keuken, schimmel, weet ik veel wat. En dat, u wilde het soberder, dus we moeten het onderhoud ook een stukje terugschroeven. En daar zijn we wel heel beducht voor. De wethouder heeft toegezegd dat hij gaat uitzoeken wat de mogelijkheden van de gemeente zijn om daar toch afspraken ook over te maken. Ik denk als je een fatsoenlijke woningbouwcorporatie bent, dan moet je dat niet eens willen. Maar goed, wij vinden het als gemeente wel belangrijk dat we dat kunnen waarborgen. Dus vandaar dat het voor ons een bespreekstuk is. Wij wachten nog op antwoord van de wethouder. Wat kan de gemeente daarin betekenen? Dus dat zou mogelijk een bepaalde rek opleveren. Sober bouwen, wel volgens bepaalde basisvoorwaarden, maar dan wel voor je jongeren en een andere doelgroep. Ja. Oké, we gaan afwachten wat de wethouder daarop gaat zeggen. Een ander bouwplan, dat levert toch weer 18 woningen op, is Kwekerij Veelzorg aan de Stationsweg. Prachtig pand, complex uit 1822, oude bollenschuur. U kreeg een presentatie. Moest u nou formeel iets beslissen over dat plan of was het puur informatief? Informatief, ja. Oké. Ja. Komt u daar dan nog over, moet u nog wat beslissen of is het allemaal in orde en mogen ze lekker hun gang gaan met Veelzorg? Ik begrijp dat er nog een bestemmingsplan moet komen. Okay. Dus dan gaan wij nog wat beslissen. Tegelijkertijd hebben we er in de vorige raadsperiode al een besluit overgenomen om dat terrein wat meer ruimte te geven om te bouwen. Daar had u een vraag over, hè? Want je mag altijd maar bouwen tot bepaalde grenzen. Dat noemen ze de rode contour in ambtenarenland. Toen werd het verkocht van er komt een museum in het complex, dus we moeten wat meer bijbouwen om het allemaal financieel haalbaar te... Maar dat museum, dat is
verdween. Ja, nou ja, daar waren wij dus wel kritisch over. Ik bedoel, het is een heel mooi plan en als het er zo komt te staan lijkt het mij heerlijk wonen. Maar tegelijkertijd heb je gewoon met elkaar die grenzen afgesproken. Wil je het ook open houden, het Bollenland, et cetera. Dus vinden wij dat er best wel veel is gegeven om het te kunnen realiseren. En dan moet het niet zo zijn dat het stukje dat je hebt gegeven opeens aan een paar individuen komt, doordat die daar mooi kunnen wonen, die zes mensen die daar achter aan het rijtje met het uitzicht op het mooie vrije land kunnen gaan wonen. Ja. We hadden zoiets van, wij willen daar wel mee instemmen in de vorige periode, maar dan is het dus heel erg belangrijk dat juist dat museum er komt. En dat blijft nu een beetje achter en dat blijft wel een punt van zorg van ons, ondanks dat Boei, de ontwikkelaar, zonder winstoogmerk, heeft gezegd dat ze wel degelijk in gesprek zijn om iemand te vinden die, die daar een museum, functie. Die een publieke functie inderdaad, hè, dat het toch nog voor meer mensen toegankelijk blijft. Dat het ook gekoppeld blijft aan de bollenteelt, dat je daar wat over kan uitdragen. Dus we blijven dat kritisch volgen. Ja, er staat een gigantische bollenschuur, volgens mij is die 3 etages. Ja. En er komen dan 5 woningen in. Dat wordt ook fantastisch wonen dan. Nou, dat lijkt mij ook wel, ja. Ik ben er een keer binnen geweest en het is echt heel gaaf eigenlijk, ja. Ja. Dus eigenlijk dit plan, want eigenlijk was er nauwelijks kritiek op het plan. Hè? Er waren wel een paar vragen, maar iedereen is eigenlijk blij dat er wat gedaan wordt volgens mij. Ja, het is natuurlijk fijn dat er wat gedaan wordt. Het is ook zo dat de heer Veldhuizen van Zanten, die de eigenaar daarvan was, dat voor een symbolisch bedrag aan de stichting heeft gegeven. Dus, en hij is inmiddels helaas overleden. Maar ja, dus ik vind, wat ons betreft voelen we ook wel een soort van verplichting naar hem toe om er iets moois van te maken. En naar zijn erven die daar toch een stuk voor het publiek belang hebben afgestaan. Ja. Ja, daarom ook dat die museumfunctie zo belangrijk is. Dus dat maakt het ook financieel haalbaar, anders is het misschien niet te doen? Nee, waarschijnlijk niet. Nee, nee. Okay. Staan er nog meer van dat soort mooie plannen in Hillegom op de agenda, dat Boei nog meer dingen kan oppakken. U kaart iets aan, hè? Wat was het ook weer, het ABN AMRO gebouw? Wat was het ook weer? Dat was Bloeiend Hillegom die dat aankaartte. Maar inderdaad, ja, ik geloof dat daar een huisartsplan heeft. Maar Boei gaf wel meteen aan van, is dat niet interessant? We gaan het voor over. Ons om er ook eens naar te kijken. Ja, ja, dus precies. Wie weet. Dat was wel heel grappig. Ja. Ja. U heeft ook gesproken over de haven. U had daar te maken met een weigerachtige wethouder. Die wil eigenlijk niks doen in die haven. Wat is het probleem met de haven in Hillegom? Het is wat rommelig, ja. Allemaal oude lekke bootjes en het is niet georganiseerd. Het is niet georganiseerd. Er zijn mensen die wel precario betalen netjes en daar liggen en netjes onderhouden. Er zijn ook mensen die er maar gewoon een bootje hebben neergekiept en daar niet meer naar omkijken en dan alles ertussenin. Dus het is gewoon rommelig en dat zou beter moeten kunnen. Ja, en dan tot mijn verbazing ging het over een motie uit 2013. Meerdere partijen hebben toen gezegd van laten we nou eens aan het werk gaan met de haven. Ja. De wethouder wil al aan het werk met de haven, als het maar geen euro kost, had ik de indruk. Mm-hmm. Had u ook die indruk ook? Ja, geen euro en geen inspanning, geen blijvende inspanning vanuit de gemeente, zeg maar. Dus dat je niet daar een ambtenaar aan het werk zet om allerlei gelden in te gaan innen, te gaan controleren, weet ik veel, allemaal zulke soort dingen. Dus. Bloeiend Hillegom probeerde het nog een beetje, maar de andere partijen zeiden niet van, hallo, de gemeenteraad in meerderheid wil dat u aan de gang gaat met de haven. Ga eens aan de gang, wethouder. Het werd niet afgedwongen. Nee, klopt. Dat hoeft wat ons betreft ook niet. We hebben een mooi memo van de wethouder gekregen en daar blijkt ook wel in dat het gewoon best wel heel veel werk is. Dan moet je toch keuzes maken ook van waar ga je inspanningen doen. En wij vonden eigenlijk dat de wethouder met een slim plan kwam. Om te kijken of dat door een stichting of iets dergelijks geëxploiteerd kan gaan worden. Wat dan wel weer belangrijk is, waar ligt de grens? Waar houdt de gemeentelijke verantwoordelijkheid op? En waar, daar hebben we ook vragen over gesteld inderdaad. Ja, want er moet een soort vereniging komen van bootbezitters. Ja. En die moeten dan ook maar, zeg maar, de boel controleren. Dus dat niemand gratis ergens ligt. En ook zorgen dat het netjes blijft. Dus de verantwoordelijkheid gaat naar zo'n vereniging toe. Kan dat? Kan dat in de praktijk? Gebeurt dat vaker? Ik begrijp dat dat op campings wel al gebeurt. Dus het gebeurt wel. Ja. Maar is het nu echt een zootje dan? Of valt het mee? Of kan het gewoon beter? Het kan gewoon beter, ja. Ja. Er werd nog een element ingevoegd of toegevoegd. Want het gaat niet alleen om de mensen die met bootjes liggen. Maar ook toerisme moet ook een boost krijgen. Dus daar moeten we ook rekening mee houden.
Dus we gaan het overlaten aan een vereniging van bootbezitters en die moeten dan rekening houden met het toerisme of zo? Hoe kan dat in de praktijk dan uitgevoerd worden? Stel me voor dat het een soort van jachthaven idee is, waar je misschien wat vaste plekken hebt van mensen die daar die gewoon in ieder geval wonen of een boot hebben liggen. En wat losse plaatsen voor recreatie en toerisme. Ja. En dan kan je misschien daarmee ook wat meer inkomsten genereren om het leuk te maken met elkaar. Ja, de wethouder zegt ik moet maar als eerste een bijeenkomst organiseren met belanghebbenden. En toen vroeg iemand van hoe lang gaat dat duren? Binnen een jaar moet dat wel lukken. Maar er werd niet duidelijk van wat moet er nou precies lukken binnen het jaar. Want als die over 364 dagen een bijeenkomst organiseert. En we hebben al te maken met een motie van 2013. Ja, dat schiet niet op in die haven dan. Nee, het schiet ook niet zo hard op inderdaad. Nee, daar is hem wel naar gevraagd. Omdat wij dat precies zo horen gebeuren inderdaad. Van waar komt u dan over dat jaar mee terug? En hij heeft gezegd dat hij in ieder geval met een duidelijk ja, het gaat in een vereniging lukken. Of nee, het gaat niet lukken. Ja, en dan zitten we natuurlijk nog steeds in dezelfde staat als waar we nu zitten. Dus dat zou een beetje jammer zijn. Ja, sowieso vind ik dat jaar wel eigenlijk wel heel ruim. Ja, de wethouder neemt zijn tijd. Nee, die haven loopt eigenlijk door, of het water loopt door tot aan naar de tuin van het gemeentehuis eigenlijk. Mm-hmm. U bent heel erg druk bezig met de Hoofdstraat, met het centrum, met de Hoftuin, de tuin voor het gemeentehuis. Maar de achterkant, die haven, daar heeft dan de wethouder weinig trek in. Dat is eigenlijk toch raar. Nou ja, daar kwam die motie in 2013 ook vandaan. Ja. Kijk even ietsje verder. En dat hoort er ook bij, samen met kansen voor toerisme. En dat Hillegom toch een heel mooie haven heeft aangesloten aan de ringvaart. Dus je hebt doorgaand vaarwater. Sla even af en kom in ons mooie dorp langs. Is de uitnodiging die we willen doen natuurlijk. Ja. Maar ja, dan moet je wel wat te bieden hebben. Minimaal om je boot fatsoenlijk aan te leggen. Ja. Heeft u de indruk dat het wel goed komt met die haven? Of wordt het nog een... moeizaam proces? Het hangt er heel erg vanaf hoe enthousiast mensen zijn om dit op te pakken. En dan dus niet mensen vanuit de gemeente of de wethouder, maar wel booteigenaren, misschien wel omwonenden. Wie maar geïnteresseerd is. Nee, maar niet bij de gemeente neerleggen? Op dit moment vinden wij het in ieder geval goed om het op deze manier te proberen. En zo niet, dan moeten we verder gaan denken. Ja, maar goed, er zijn al zoveel dingen gaande. Op een gegeven moment kan je ook niet overvragen als raad. Mensen kunnen ook maar zoveel doen. Precies, dat is waar. Bedankt voor de komst aan de studio. Graag gedaan. Dit was het stuur van de Bollestreek afslag Hillegom. Bedankt voor de aandacht. Graag tot de volgende keer.